ui, knoflook en citroen, 3 fantastische remedies. Ui, knoflook en citroen, 3 fantastische remedies. Ui, knoflook en citroen zijn elk apart enorm gunstig voor de gezondheid. We zullen ze samenbrengen in een unieke remedie. Zo verkrijg je dus een combinatie van alle positieve effecten van deze 3 ingrediënten samen. Ui, knoflook en citroen zijn 3 voedingsmiddelen die je altijd in huis zou moeten hebben, want ze worden in duizenden recepten gebruikt. Deze 3 middeltjes worden ook heel vaak gebruikt in de natuurgeneeskunde. In dit artikel leggen we je uit waarom je elke dag ui, knoflook en citroen moet eten. De eigenschappen vanuit deze eetbare knol wordt al duizenden jaren gebruikt in Azië en Europa. In Amerika komt het gebruik van ui ook heel veel voor. Ui heeft een aantal opmerkelijke gunstige effecten. We geven je een overzicht. Het is een geweldige bron van voedingsstoffen. Uien geven ons een grote hoeveelheid water en belangrijke aminozuren. Ze bieden ons ook mineralen zwavel, natrium, calcium, magnesium en fosfor, vitaminen B-complex, C en E. Het bevordert de werking van de nieren dankzij hun vochtafdrijvende effect. Is het eten van uien goed voor patiënten met nierproblemen, nierstenen, nierfalen en meer. Ze worden ook aangeraden aan mensen met een hoge bloeddruk en vochtophopping. Het lost slijm op wanneer je lijdt aan ademhalingsziekten zoals keelholteontsteking of bronchitis, zal ui je helpen om het slijm te verwijderen. Bovendien kan het eten van uien je ondersteunen wanneer je een verkoudheid hebt. Het verlaagt de cholesterol. Door deze knol te eten zal het niveau van het vet in je bloed verminderen en zal de slechte cholesterol, LDL, verlagen. Bovendien helpen uien om de slagaders op een natuurlijke wijze te reinigen. Het brengt de bloedsuikerspiegel in evenwicht. Mensen met diabetes zullen ontdekken dat uien een geweldig hulpmiddel kunnen zijn, want ze hebben het vermogen om de bloedsuikerspiegel te verlagen. De eigenschappen van knoflook. Vele maaltijden zouden compleet anders smaken zonder knoflook. Knoflookteentjes geven aan de voeding een specifieke smaak, maar daarnaast heeft knoflook ook een heleboel gunstige effecten. We geven je een overzicht van de opvallendste voordelen van knoflook, een betere bloedsomloop. Dit effect is te danken aan het bestanddeel allicine. Het helpt om te voorkomen dat bloedproppen zich ontwikkelen en het doet de bloedstroom stijgen. Een lagere bloeddruk. Naast de gunstige effecten op de bloedsomloop, willen we ook vermelden dat knoflook het vermogen heeft om de bloeddruk in evenwicht te brengen. Daarom beveelt men het gebruik van knoflook aan mensen die lijden aan een hoge bloeddruk. Een lagere cholesterol. Aangezien knoflook zo'n grote impact heeft op het bloed, mogen we ook de volgende fantastische eigenschap niet vergeten. Knoflook verlaagt de cholesterol en vermindert het aantal lipiden dat zich opstapelt in de slagaders. Het versterkt het immuunsysteem. De bestanddelen van knoflook bevorderen je natuurlijke weerstand. Daarom raden we aan om regelmatig knoflook te eten, want het zal het aantal ontstekingsziekten die je kan krijgen verminderen. We hebben het hier over ziekten zoals verkoudheden, griep en amandelontsteking. Het werkt ontstekingsremmend. We hebben al heel wat voordelen van knoflook opgesomd, Maar dat is nog niet alles. Knoflook vermindert opzwellingen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken bij gewrichtsproblemen, artrose of artritis, en ontsteking van de prostaat bij mannen. De eigenschappen van citroenen. We kennen deze citrusvrucht goed omwille van de gele kleur en zijn zurige smaak. Die smaak is zo bekend dat citroen in vele recepten wordt gebruikt, van snoep tot salades. Je kan er zelfs thee van maken met genezende en preventieve eigenschappen. Dit is een overzicht van de vele positieve effecten van deze vrucht. Het versterkt het immuunsysteem. Deze eigenschap is vergelijkbaar met die van knoflook. Het voorkomt dat je virale ziekten krijgt. Als je een halve kop citroensap drinkt, dan neemt je lichaam 53 mg vitamine C op. Deze vitamine stimuleert op een natuurlijke manier de weerstand van het lichaam. Het ontgift het lichaam. Vele ziekten die we ervaren, worden eigenlijk veroorzaakt door een opstapeling van onzuiverheden en afvalstoffen. Een ander vermogen van citroen is dat het op een natuurlijke manier de lever en de galblaas zuivert. Dat betekent dat het de productie van gal stimuleert en het vet in de lever vermindert. Het reinigt het bloed. Terwijl citroen de lever zuivert, helpt het ook om het bloed te reinigen. Dat houdt in dat het lipiden en andere giftige stoffen verwijdert. Het beschermt je tegen vrije radicalen. Citroen bevat heel veel antioxidanten. Daarom is het een geweldige ondersteuning om de negatieve effecten van vrije radicalen te verminderen, want vrije radicalen zijn de oorzaak van heel wat problemen en ziekten. Citroen zal dus de lichaamcellen beschermen tegen aanvallen van vrije radicalen. Het eten van ui, knoflook en citroen. We hebben de eigenschappen van elk van deze drie voedingsmiddelen leren kennen. Nu hebben we dus al een idee wat het kan betekenen als we hun vermogens samenbrengen. Wanneer we deze drie middelen samenvoegen, verkrijgen we een ongelooflijk krachtige natuurlijke remedie. Dat komt omdat ze alle drie een grote hoeveelheid mineralen, vitaminen en andere voedingsstoffen bevatten. Ui, knoflook en citroen zijn niet te verslaan. Ze vormen onze beste verdediging als we perfect gezond willen blijven. Vaak brengen we ze al samen in onze favoriete maaltijden, maar we kunnen zelfs nog meer van hun positieve effecten genieten door van ui, knoflook en citroen een siroop te maken. Deze remedie kan je thuis zelf maken. Het voorkomt en bestrijdt de gewone winterziekten, verkoudheden en griep, maar je kan het ook gebruiken om de gezondheid van het bloed te verbeteren, om zowel pijn als ontsteking te verminderen en om gifstoffen in het lichaam af te voeren. Welke ingrediënten heb je nodig voor deze unieke siroop? 3 teentjes knoflook, 1 ui, bij voorkeur een rode ui, 1 schijf gemberwortel ongeveer 2,5 cm, 3 citroenen, 1-2 kop zuivere honing. Hoe maak je de siroop klaar? Pel de knoflook. Hak het en mouw het fijn in een stamper en een vijzel tot je een dik papje hebt. Ontvel de ui en rasp het over de knoflook. Rasp ook de gember en voeg het daarna toe aan de knoflook en de ui. Voeg dan het sap en de honing toe aan het mengsel. Bedek het en laat het gedurende een volledige nacht staan, zo ongeveer gedurende 8 uur. Na deze 8 uur zeef je het mengsel. Doe het in een glazen schaal met een deksel. Je kan de siroop een maand lang bewaren in de koelkast. Hoe gebruik je de siroop? Om de gewenste resultaten te verkrijgen, moet je 1 keer per dag een soeplepel van deze siroop nemen, preventief gebruik. Of, wanneer je een virale ontsteking wil behandelen, raden we je aan om bij elke hoofdmaaltijd 1 soeplepel siroop in te nemen, 3 keer per dag.